Veel koffiemachines zijn voorzien van een schakelaar die eigenlijk universeel is, die heel veel merken gebruiken. Ik heb hem hier uit elkaar liggen. Ja, we noemen het schakelaar ovaal, 17 x 13 mm. Die bestaat eigenlijk uit drie delen. De drukknop, de support en het binnenwerk van de schakelaar zelf. Dit is een aan-uit. Ze zijn eventueel ook nog met push, zoals die gebruikt worden bijvoorbeeld in de Quickmill 5000. Dus die geeft alleen een puls. Deze kan ik aan- en uitzetten. Ja, het is heel simpel gemaakt, maar daardoor willen ze ook nog wel eens defect gaan. Op zich geen probleem, want ze zijn niet kostbaar en ze zijn makkelijk te vervangen. Ik heb hier een La Piccola Sara staan, waar ze dus ook in zit. En daar zit een defect in. En in dit geval is de hoofdschakelaar defect. Ik krijg wel spanning op de ingaande, maar geen spanning op de uitgaande. Dus doet de koffiemachine helemaal niks. Voor ik hiermee aan de gang ga, zorg ik echt dat ik de stekker eruit heb. Want ik ga aan de hoofdschakelaar van de machine werken. En daar komt dus altijd spanning op binnen. Nou, hoe gaat het in zijn werk het uit elkaar halen? Ik begin eigenlijk vaak met aan de voorzijde het eruit trekken van de drukknop. Nou, je ziet, dat is echt een makkie. Ze willen er ook wel eens vanzelf uitschieten. Deze kan ik heel mooi bewaren. Dus die gaat straks terug. En om hier goed erbij te kunnen, ga ik het lampje verwijderen van het aan-uit lampje. En die kan ik heel makkelijk los trekken. Als ik mijn vingers kwijt kan. Kijk, die leg ik even apart. Kijk, dan heb ik even mooi de ruimte, zeker voor het filmpje. Vervolgens ga ik de bedrading loshalen. Voor mij is dit dagelijks kost, dus ik hoef niet op te schrijven hoe het zit. Maar wat je eventueel kan doen, is boven rechts en boven links bijvoorbeeld opschrijven. Trek ze los. Onder hetzelfde. Onder rechts, onder links. Of welke codering voor u ook makkelijk is. Of een foto, dat is natuurlijk tegenwoordig ook makkelijk. Zorg dat ik ze allemaal even los heb. Dan heb ik mooi de ruimte. En dit is een vrij nieuwe machine, dus de support is nog vrij sterk. Die wil ook wel eens kapot gaan en breken. In dit geval ga ik proberen de support heel te houden. En dus het ging heel snel, maar ik trok hem eigenlijk omhoog. Trok ik hem uit het framepje. Stel dat het framepje verrot is en ik wil die vervangen, ja, dan knip ik hem vaak eigenlijk aan stukken of ik met een dikke schroevendraaier duw ik hem hier op, zodat hij langzaam in stukken gaat. Het verwijderen van de support is nogal een, is gewoon een hak- en breekklus. Deze is defect en dat soms voel je het direct en soms niet. Maar deze, ik heb hem gemeten waar spanning kwam, hij doet het echt niet. Dus ik pak die nieuwe, die pak ik weer zo en die druk ik. Je ziet de weerhaakjes zitten in de schakelaar. Het is eigenlijk echt heel simpel. Vervolgens ga ik de bedrading weer terugplaatsen. Onder links. Onder rechts. Boven rechts. Boven links. Het lampje kan ik weer terugplaatsen. Heel simpel. Duw deze door het montagegat. En die druk ik erop. Je hoort hem klikken. Hij zit vast. Vervolgens pak ik nog het drukknopje. En ziet, er zit hier een soort sterretje waar dat vierkantje mooi in past. Daar druk hem één keer mooi door, dat hij mooi vast zit. En de schakelaar is vervangen.